Zo, een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, met mij gaat het goed in ieder geval. We hebben nu natuurlijk meerdere video's gehad over wat je nu het beste kan doen als je wil afvallen. En dat was dan echt van bepaalde principes tot bepaalde producten. Dat het mij wel op zijn plek leek om dit dan ook eventjes wat praktischer te maken. En dit dan eigenlijk te doen door lekker samen boodschappen te doen. Belangrijk is wel dat je eerst de video kijkt over wat we moeten eten als je wilt afvallen. Aangezien ik hier alle principes uitleg waar je op moet letten. Want iedereen is anders en ik kan dus onmogelijk het perfecte boodschappenlijstje voor iedereen maken. Maar als jij snapt waarop ik bepaalde producten kies, kan je dit altijd aanpassen naar je eigen smaak of situatie. En daarom is het goed om eerst eventjes die video te kijken, want daarin leg ik alle principes uit als het gaat om producten kiezen tijdens het afvallen. Maar vind je dit soort video's nou leuk? Vergeet het dan zeker niet eventjes te laten weten door op die like te klikken, te subscriben en op dat belletje te klikken, want er komen veel meer van dit soort video's aan. Plus laat ook eventjes weten wat jouw favoriete product is als het gaat om afvallen. En dan kunnen we nu beginnen met de boodschappen. Amandelmelk, kwark, misschien wat vlees, brood en misschien wat crackers. Maar voordat we naar de boodschappen gaan, is er wel eerst eventjes een tip die ik jullie wil meegeven. En deze is zeker van toepassing op het moment dat we willen afvallen. En dat is namelijk om een boodschappenlijstje te maken. Het is zo belangrijk om een plan te hebben voordat je naar de winkels gaat. En dit hoeft niet heel uitgebreid. Dit kan gewoon simpelweg door eventjes in je keuken te kijken en kijken wat je nog nodig hebt en wat je al wel hebt. Want ik denk dat we dit allemaal herkennen als we dit niet doen en eigenlijk zonder plan de winkel ingaan. Want dan staan we in één keer in het snoeppad, in het gebakpad of bij de ijsafdeling. En voor we het weten zit in één keer ons winkelmandje vol met producten die we eigenlijk niet willen tijdens het afvallen. Dus alsjeblieft, doe jezelf een plezier en maak van tevoren een plan door middel van een boodschappenlijstje. Want echt waar, het gaat ongelooflijk helpen. Zo, en dan is het nu tijd voor de boodschappen. We gaan de boodschappen lekker online doen. Want ik denk niet dat de supermarkt het heel erg waardeert als ik met mijn camera naar binnen loop en even uitgebreid elk product ga bespreken. Ik zou het theoretisch gezien kunnen proberen. En als die dan vraagt, heeft u hier toestemming voor? Als er dan zo'n teamleider naar me toe komt, kan ik altijd nog zeggen, ja, Mark zei dat het mocht. En dan gaat hij natuurlijk vragen, wie is Mark? En dan zeg ik, ja, de district manager. En never nooit dat hij dat gaat controleren. Maar alsnog, ik denk niet dat ze het heel erg waarderen. Dus daarom doe ik het gewoon lekker online. De website die we hiervoor gaan gebruiken is de website van de Albert Heijn. Jullie zien me wel vaker de website van de Albert Heijn gebruiken. En dat is omdat de website van de Albert Heijn gewoon super overzichtelijk is. En ze heel veel producten hebben. Moet je boodschappen doen bij de Albert Heijn? Nee, natuurlijk niet. Ik doe er wel heel vaak boodschappen. Maar heel eerlijk, dat heeft meer te maken met het feit dat het hier echt om de hoek is. En dat ik er eigenlijk 5 jaar lang als vakkenvuller heb gewerkt. Dus dat het een soort van gewenning voor mij is om daar naartoe te gaan. Maar als jij liever naar de Jumbo gaat, naar de Aldi gaat of de Lidl gaat, dan is dit ook geen probleem. De producten zullen over het algemeen vrijwel hetzelfde zijn. En is het grootste verschil waarschijnlijk het merk of de prijs. De manier waarop ik de boodschappen wilde gaan doen is het eigenlijk opdelen in 4. Zo wilde ik eerst met jullie de gezonde eiwitbronnen doornemen, dan de gezonde koolhydraatbronnen en dan de gezonde vetten. En dan eigenlijk de 4e categorie zijn handige extra's tijdens het afvallen. Dus die vallen dan niet echt in een van die andere categorieën. Maar het zijn wel dingen die ik heel vaak gebruik tijdens het afvallen en jullie dan ook heel graag wil laten zien. Het is niet echt zo zwart-wit dat iets een eiwitbron is of dat iets een koolhydraatbron is of een vetbron. Vaak zit er ook wel een beetje overlap in. Maar voor het gemak heb ik het wel eventjes opgesplitst. Maar dan dat gezegd hebbende is het denk ik goed om gewoon eventjes te beginnen. En we gaan beginnen met de gezonde eiwitbronnen. Dan starten we met eiwitbronnen voor aan het begin van de dag. Dus bij het ontbijt gaan we daarna naar de lunch en dan naar het avondeten. Dat leek me wel een logische volgorde. Mocht je nou snacks willen weten, ik heb natuurlijk een hele serie over snacks gemaakt, waaronder eiwitrijke snacks, ook snacks tijdens het afvallen. Dus kijk die serie dan lekker op je gemakje. We gaan hier gewoon echt op de hoofdmaaltijden focussen. En een enorm goede en gezonde eiwitbron en iets waar veel mensen hun dag mee starten is vaak yoghurt of kwark. En als we willen afvallen willen we natuurlijk de yoghurt en kwark die de minste calorieën bevat. En dat zijn de magere varianten. Dus dan gaan we de magere yoghurt of magere kwark natuurlijk opzoeken. En het leuke van magere producten is ook nog eens dat ze meer eiwitten bevatten dan de volle en de halfvolle producten. Dus dat maakt dit natuurlijk een top eiwitbron. Dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel verschillende soorten. Zo heb je het huismerk, zo heb je de prijsfavorieten bij de Albert Heijn, dat zijn de goedkoopste merken of een biologische. Het maakt in principe niet uit welke je kiest. Sommige mensen hebben wat meer te besteden en die zijn bijvoorbeeld heel erg bezig met duurzaamheid. Ja, dan zou ik voor de biologische variant kiezen. Biologisch betekent niet dat het gezonder is. Biologisch is echt enkel en alleen dat het duurzamer is. Maar als jij minder geld te besteden hebt, dan is er niks mis met gewoon een prijsfavoriet kiezen.
Dus als jij je dag graag begint met magere yoghurt en je hebt niet te veel geld te besteden, dan is de Zaanse Hoeve magere yoghurt, die is helemaal prima. Gaan we ook gelijk toevoegen aan het winkelwagentje. En ik zei al eventjes, de Albert Heijn heeft een hele mooie overzichtelijke website. Want als we dan gaan kijken naar per 100 milliliter, dan zien we 28 calorieën, maar wel 3,4 gram eiwitten. Persoonlijk begin ik liever mijn dag met magere kwark, zeker als ik aan het afvallen ben. Aangezien de magere kwark toch een stuk dikker is dan yoghurt. En omdat het dikker is, ligt het ook zwaarder op de maag, zit je wat langer vol en wordt het ook wat makkelijker om minder te eten over de dag heen. Maar vind je een magere kwark nou echt niet lekker? Sommige mensen vinden het oprecht niet lekker. Dan kan je natuurlijk altijd gewoon de yoghurt nemen. Magere kwark heeft wel iets meer eiwitten. Per 100 gram krijg je 8,5 gram eiwitten. Dat is natuurlijk hartstikke veel en daarmee dus ook een hele goede gezonde eiwitbron. Dan hebben we eigenlijk twee boodschappen zo. Twee eiwitbronnen voor het ontbijt, namelijk de kwark en de yoghurt. Allebei in ons boodschappenlijstje en zo wil ik met jullie de hele video langs gaan. Maar naast dat mensen graag in de ochtend iets zoals kwark of yoghurt eten, eten mensen ook wel graag een eitje. Dus we gaan lekker de eieren opzoeken, want ook dat is een top eiwitbron natuurlijk. Ook hier weer gaan we voor de prijsfavoriet, want ik wil jullie ook laten zien dat het niet duur hoeft te zijn om gezond te eten. En dan nemen we lekker de witte scharreleieren. Is wit of bruin, maakt het heel veel uit? Nee, maakt ook echt geen zak uit qua gezondheid. Allebei een prima optie. Eieren is ook een mooi voorbeeld van iets wat niet zwart-wit is qua eiwitbron of vetbron. Eieren bevatten ook vetten van zichzelf. Per 100 gram 9,1 gram vetten, maar daarentegen ook 12 gram eiwitten. Dit is zo'n product, het is niet helemaal zwart-wit en je kan het ook als vetbron gebruiken. En als je echt alleen maar de eiwitten wil, kan je natuurlijk ook altijd het eiwit en het eigeel van elkaar scheiden. Dan hebben we nu eigenlijk de ontbijtproducten gehad. Dan gaan we lekker door naar de lunch. En de meeste mensen tijdens de lunch eten toch wel iets zoals brood of crackers. En daar heb je beleg voor nodig. En wat zijn nou goede belegsoorten die ook eiwitrijk zijn? En dan kom je toch vaak uit op de magere vleesvarianten. Zoals kalkoenfilet. Dat gaan we ook weer gelijk in het winkelwagentje doen. Want als we dan gaan kijken, dan heb je per 100 gram 19 gram eiwitten te pakken. Daarnaast kan je ook kipfilet nemen. Het is alleen wel zo dat als je bij de Albert Heijn de kipfilet koopt, de prijsfavoriet kipfilet, dat je eventjes moet opletten. Dit is waarom het goed is om altijd eventjes de achterkanten met elkaar te vergelijken. Want als we de prijsfavoriet erbij pakken, dan kunnen we zien dat er per 100 gram 7,3 gram vet in zit. Dat is eigenlijk niet echt mager meer. Terwijl andere kipfilet varianten van de Albert Heijn, dus als we gewoon gaan kijken naar het huismerk, dit niet hebben. Zo heb je bijvoorbeeld deze kipfilet met tuinkruiden. Vind ik persoonlijk erg lekker voor de afwisseling. Die heeft maar 5,5 gram vet. Dus het is altijd goed om eventjes de achterkanten met elkaar te vergelijken. Omdat niet elk product natuurlijk hetzelfde is. En je zo vaak dus ook al wat calorieën kan besparen. Nou ja, naast dat je kalkoenfilet en kipfilet hebt, heb je ook dingen zoals ham. Dit kan je natuurlijk ook gewoon prima als broodbeleg gebruiken. Ham heeft per 100 gram 16 gram eiwitten, maar 2,1 gram vet en maar 103 calorieën. Dus ook dit is een prima eiwitbron. Daarnaast zou je ook nog iets zoals rosbief kunnen kiezen. Dat is wel wat duurder, dus dat ga ik persoonlijk niet toevoegen. Dat is ook iets wat ik persoonlijk niet heel vaak koop. Iets anders wat ik wel heel vaak koop, dat is een kaassoort. En dat is Hüttekäse. Ook wel bekend als cottage cheese. En als we dan naar beneden gaan en gaan kijken naar de voedingswaarde, dan heb je per 100 gram 91 calorieën en 12 gram eiwitten. Persoonlijk vind ik dat heel lekker, omdat je het op meerdere manieren kan bereiden. Je kan het zoet maken, maar je kan het ook hartig maken. Een andere kaasvariant die ook top is als je wil afvallen, is de Slanky 20 Plus smeerkaas. Eigenlijk gewoon de smeerkaas 20 Plus in het algemeen, want tegenwoordig heeft Albert Heijn ook gewoon het huismerk daarvan. Want als we hier dan gaan kijken naar de voedingswaarde, dan kunnen we zien dat per 100 gram zit er 17 gram eiwitten in en 135 calorieën. En ook dit kan je zowel zoet als hartig maken, dus dit gaan we ook lekker gewoon toevoegen aan ons boodschappenlijstje. Dan heb ik persoonlijk eigenlijk nog altijd maar één ding wat ik als belegsoort gebruik. Wat ook eiwitrijk en gezond is. En dat is tonijn. En dan denk je misschien bij jezelf tonijn. Maar je kan er gewoon een soort van tonijnsalade van maken. Ik kies wel altijd voor tonijn in water. En tonijn uit blik als ik het voor beleg gebruik. Want als we dan even gaan kijken naar tonijn en de voedingswaarde ervan. Dan kunnen we zien per 100 gram 99 calorieën en 23,5 gram eiwit. Dus ook dit een prima optie. Zou je zelfs bij je avondeten ook nog kunnen gebruiken. Of in je maaltijdsalades die je zelf maakt. Maar dit is dus zeker een product wat ik altijd in mijn winkel wagen. Stop. En dan hebben we eigenlijk het ontbijt en de lunch gehad. En dan gaan we door naar het avondeten. En ook voor het avondeten gelden weer die magere vleeswaren. Zoals kipfilet, zoals hamlapjes. En eigenlijk de dingen die we net hebben besproken. Iets anders wat ik jullie nog wil laten zien is iets zoals biefstuk. Ook een biefstuk is namelijk super mager van zichzelf. Neem bijvoorbeeld deze Duitse biefstukjes. Mocht je het geld ervoor hebben, kan er ook hamburger mee maken. Dan kan je hele gezonde hamburgertjes maken. Want als we dan naar de voedingswaarde gaan kijken, dan kan je zien per 100 gram 125 calorieën. 19 gram eiwit met maar 4,8 gram vet. Dat is dus al een stuk beter dan gehakt. En als je dan toch hamburgertjes wil maken,
Dan kies ik altijd voor zoiets als Duitse biefstuk. Dan een andere hele gezonde eiwitbron voor het avondeten zijn dingen zoals vis. En vaak zijn je witvissen, zoals pangasiusfilet of koolvis of tonijn die ik jullie net liet zien. Dat is niet echt een witvis. Maar vaak zijn je witvissen de magerste varianten, met ook de meeste eiwitten. Maakt het dan heel erg uit of je het uit de diepvries koopt of vers koopt? Nee, diepvriesproducten zijn echt net zo gezond. Vaak denken mensen dat diepvriesproducten op een of andere reden niet gezond meer zijn. En denken ze dat biologische producten gezonder zijn. Dat is niet het geval. Het is allemaal even gezond, dus wees daar alsjeblieft niet bang voor. Het verschil is vaak wel dat een vers product wat lekkerder smaakt, maar een diepvriesproduct is veruit goedkoper. Dus een pangasiusfilet uit de diepvries, dat is iets wat ik altijd in mijn winkelwagentje stop. Want als we dan gaan kijken naar de voedingswaarde, dan kunnen we zien 80 calorieën per 100 gram, maar wel 16 gram eiwitten. Dus dat is echt helemaal niks. Daarnaast heb je ook koolvis. Ook dit is iets wat ik eigenlijk standaard in mijn winkelwagentje stop, want dit is ook hartstikke goedkoop en ook hartstikke mager, maar hartstikke hoog in eiwitten, wat het dus een top eiwitbron maakt, als het ware. Want als we hier gaan kijken naar de voedingswaarde, ja, per 100 gram, 67 calorieën met 16 gram eiwitten. Dus beter dan dat wordt het eigenlijk bijna niet. Maar dan hebben we zo eigenlijk de magere vleesvarianten gehad. Dan hebben we de vis gehad. Ik wilde jullie ook nog eventjes de vegetarische opties laten zien die ik eigenlijk altijd neem. En ik kom dan eigenlijk altijd uit op de rulstukjes. Dit is eigenlijk mijn vervanger voor gehakt. Ik gebruik eigenlijk nooit meer gehakt, omdat het eigenlijk geen magere variant is. Het heel veel calorieën bevat en ik het daarom eigenlijk zonde vind. En de rulstukjes net zo lekker vind. Want als we dan gaan kijken naar de voedingswaarde, dan kunnen we zien dat het 108 calorieën heeft met 20 gram eiwit. Top eiwitbron en dus zeker als je vegetarisch of veganistisch eet, raad ik dit ook echt aan om te nemen. Daarnaast heb je ook stukjes zoals kip. Ze noemen het volgens mij ook stukjes als kip. Stukjes als van kip inderdaad. Ook hartstikke lekker. En als je geen vlees eet, is dit ook een prima optie. Want per 100 gram heb je 168 calorieën, maar wel 21 gram eiwitten. Dus dit kan je ook altijd gewoon lekker in het winkelwagentje stoppen. En zeker als je vegetarisch of veganistisch eet. En iets wat ik zelf persoonlijk op dagelijkse basis gebruik, zijn sojastukjes. Ik heb dit ook al in een paar full day of eatings laten zien dat ik dit eet. Dit is niet de variant die ik gebruik, maar ik kan mijn eigen variant niet eens meer vinden. Ook niet online. Maar als we eventjes gaan kijken naar de voedingswaarde, dan kunnen we zien per 100 gram 347 calorieën. Dat klinkt misschien heel veel, maar je doet ze in water waardoor ze vocht opnemen. Dus het is een stuk groter worden uiteindelijk. Maar daarnaast bevatten ze 45 gram eiwitten. En ik gebruik zelf maar iets van 15 gram. Dat is dan goed voor 12 gram eiwitten ongeveer. En dit is dus iets wat ik zelf persoonlijk erg lekker vind. Het smaakt eigenlijk een beetje als kipstukjes. En zo probeer ik dus eigenlijk toch wat vegetarische en veganistische opties zelf ook te eten. En mijn eiwitten daarmee ietsjes te verhogen en ze niet alleen maar van dierlijke producten te laten komen. En dan iets anders. De meest populaire vegetarische optie is natuurlijk tofu. Tofu, net als eieren, is niet echt een eiwitbron op zichzelf. Het bevat namelijk ook wat vetten. Dus zoals ik al zei, het is niet altijd zwart-wit. Het is ook altijd goed om dat eventjes in je achterhoofd te houden. Maar per 100 gram bevat het 126 calorieën en 13 gram eiwitten, 7,5 gram vet. En hetzelfde geldt voor tempeh. Maar ja, het is wel een hele goede eiwitbron. Zeker als je vegetarisch of veganistisch bent. En daarom stop ik hem eigenlijk altijd in mijn winkelmandje. En dan hebben we nu eigenlijk alle gezonde eiwitbronnen gehad. En wilde ik doorgaan met jullie naar de koolhydraatbronnen. Maar de gezonde koolhydraatbronnen gaan we lekker volgende week doen. Want ik ben deze video nu aan het editen. En toen ik de video aan het opnemen was, had ik niet echt door hoe lang ik aan het praten was. Maar we zitten ondertussen al op 13 minuten. En alhoewel ik zeker weet dat jullie er ongelooflijk veel aan hebben, denk ik niet dat jullie erop zitten te wachten om een video van 30 minuten af te kijken. Dus ik ga hem opsplitsen in 2 of misschien wel 3 delen. Het ligt eraan hoe lang ik nog aan het lullen ben. En die zullen jullie dan de volgende week zien. En als het 3 delen worden, de week daarna. Want dat maakt het gewoon allemaal net wat makkelijker en prettiger kijken. Dus dan hebben we in het eerste deel de tips en de gezonde eiwitbronnen. En dan in deel 2 en 3 de gezonde koolhydraatbronnen, gezonde vetbronnen en de handige extra's. Maar mochten jullie deze video nou leuk en handig hebben gevonden, vergeet dan zeker niet eventjes een like achter te laten. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet eventjes te abonneren en op dat belletje te klikken, want dan krijg je zo'n melding dingetje op YouTube wanneer deel 2 en 3 er aankomen. Plus er komen nog veel meer andere soortgelijke video's aan en dat wil je zeker niet missen. Mocht je nog vragen hebben wat ik me volkomen kan voorstellen, laat ze dan altijd achter in de reacties. Maar dat was dit het voor vandaag. Zie ik jullie de volgende keer weer.